Hij is technisch, hè? Hey. Goedemorgen bij de start van de 13e etappe in de Tour de France. We zijn in Bourg-d'Oisans aan de voet van Alpe d'Huez. Maar we gaan niet klimmen vandaag. We gaan niet klimmen. We gaan weer terug naar het vlakke en we hebben een opdracht binnengekregen van het broertje van. Salut les gars, mon frère Anthony Turgis est actuellement dernier du Tour de France et je regardais vos vidéos, il a également fait dernier sur le concours de jongle et dernier pour le concours de Willy. Donc si vous pouviez trouver un jeu qui le remette en confiance, ça serait sympa. Et j'ai entendu dire qu'il était bon à la pétanque. Bonne journée. Waar kunnen we Anthony Turgis van kennen? Van het hooghouden natuurlijk, van de wheelie. Van de wheelie. 9 pogingen. 5 meter. En? Rode lantaarn. Hij staat onderaan, hè? Hij staat onderaan. Ja. Al dagenlang. Dus vandaag gaan we? Jeu de boule. Het enige waar we even achter moeten komen wie van ons drie het slechtst is. Want ja. Ik kan die tegen hem opnemen. Okay. Allemaal één balletje gooien. Ja. Nou, daar is een gravelstoot. Nou. Bas? Nee, eerst mijn kleine balletje zeker. Ja, ja, maar ik geef jullie vast je balletje. Wie heeft de eer eigenlijk om dit balletje weg te gooien? Onze Belgische cameraman. Ja, ja. Hier, Belgische cameraman. Hij valt heel snel stil, dat wist ik niet. Ik ben andere baan gewend. Oké, nou, we weten in ieder geval wie het beste is voor Tour de Pietermaar. Devin is best. We kunnen er allemaal van een keer tegen spelen. Ah, dat is goed. Je moet wel met dat zakje lopen als een echte Fransman. We zien wachten tot hij naar buiten komt, hè? Ja. Hoe ver zitten we voor de start? Een uurtje. Dan komt hij zo naar buiten. Kijken of Frederik nog zin heeft in een kleine imitatie vandaag. Tom Boon is vaak aangevraagd. Zou Bas Tietema ook in het repertoire zijn? Oh, dat zou mooi zijn. Dan komt hij. Ja, en vandaag zijn we in Bourg-d'Oisans. Oh, hij staat erbij. Oeps. Hallo, even niet door. Nu wordt het toch wel spannend, Frederik. Wie is de volgende? Johan Museeuw. Hallo iedereen, de leeuw van Vlaanderen hier. Johan Museeuw. Voor het channel van Bas Tietema. Of zoiets. Ja, we staan hier in Bourg-d'Oisans. Gisteren Alpe d'Huez, de renners. Ja, dat is weer even afzien. In onze tijd was het van hetzelfde. Dus, maar ja. Spijt dat Quickstep hier misschien toch Repo Evenepoel ontbreekt bij Quickstep. Maar ja, ze hebben nog altijd die Jacobsen. Dus die zie ik nog wel een rit misschien kunnen winnen. Dus we zullen zien. Dat is toch weer goed, hè? Ah, ja, ja. Dat is toch weer goed. After the presentation, Jimmy told us that you're good and show the ball. Toch wel, hij dacht in zichzelf van, oh nee, straks ben ik daar ook niet goed in. Maar we gaan wel, gaan we eigenlijk goed ons best doen? Ja, maar tuurlijk, geen cadeautjes. Hey, hallo. Ja, maar het idee is toch wel. We zijn Sinterklaas, hè? Nee. Dit moet wel serieus gespeeld worden. Oi. Dit de protocol. Oh jongens. Zo, we moeten fietsen vandaag. Doe mij anders even. Oh, doe mij met dosse vest aan. Heel koud. Oh. Dit shirt is nu te koop en door.cc met de code LOLLES en door 15 cent. Oh, maar het is echt ondoenlijk warm hier. Temperatuur is in ons nadeel. Oké. Okay. Il fait chaud, hè? Une grande question, c'est sur le boule. Op het tank. Ja, avec le petit boule. Oui, sinon, rester un peu plus loin sur les graviers, plus loin. Ah, 100 mètres à gauche. Oké, volgens mij zegt hij net van ja, maar ik wilde. Dit gaat wel voor het echt iedereen. Als we het doen, dan gaan we het goed doen. We gaan niet op een achterafbaantje spelen. Nee, we gaan naar Center Court. Hey, Jossie, hier. Oké, ja, we gaan het wel serieus spelen dus. Nu voor het hele petit boel. Oeh, er zit nu wel spanning op direct. Ja, dit gaat wel serieus. Oui, c'est bien. Hoe zijn de premier? Gaan we 1 tegen 1 doen, 3 keer? Oké, ça c'est pas... Oui, oui. Oh, c'est une descente, hè? Oui. Dan moeten wij weer. Degene die vers weg ligt moet. Pas, we moeten naar links. Oeh. Ja, nu moet jij Devin. Hij gaat nu al winnen, hè? Hij is? Het scheidsrechtscomité uit de raad. Oh! Slim balletje hoor. Oh! We hebben een winner. Opnieuw. Okay, ja. Ja, waarom zouden we ook maar één keer spelen? Ik denk dat we ook weer 9 keer gaan spelen.
Justin, jij gaat nu spelen. Ja, dat is goed. Jij gaat spelen. Ja, deze drie zijn voor jou. Kom aan, Justin. Oh. Nee, nu gewoon maar even op zoek. Ah. Oeh. Zit hij op het setje voor te spelen? Oh. Oh. Hij is technisch, hè? Hij gaat mij wegketsen. Oh! Goed, Baptiste. Oh, 2-0 wordt het zo. Hoe die druk van al die mensen hier zo. Voorzet gagné, deux fois. Ah, nous avons une prix. Le champion de jeu à pétanque à Alpes. Ah, génial. Félicitations. Yo, le champion. Non, un peu d'Huez. Exact. Ouais. Rien, merci, thank you. Et bonne chance aujourd'hui, hein. Oh. My girlfriend. Ah, your girlfriend. Listen. Hij heeft toch nog gewonnen, hè? Wij gingen, echt, wij gingen er kansloos af. Wij gingen er echt kansloos vanaf. Merci beaucoup. Ik dacht, ik heb nog maar één kans, dat is gewoon weg te tikken, zoals hij over mij deed. Maar ja, dan zie je toch, dat ondergrondje, ja, dat is toch lastig. Hé, hey, maar 2-0. We kunnen wel eindelijk zeggen dat Tuzi deze Tour de France eindelijk zijn eerste grote prijs binnen heeft. Ja, na 4 pogingen is het toch gelukt. Het is nu een kwestie van tijd, hè, tot Wikipedia van Anthony Tuzi wordt aangepast. Aangepast, ja. En profielrenner, maar... Doe de titel maar open. En dan Orova vanuit het snik heten Bourg-Doisant. En wij gaan door naar Carcassonne.